Hoi allemaal, daar ben ik weer. Vandaag eerste kerstdag workout van MaxFit. Het is natuurlijk niks fijner om nog even lekker te kunnen bewegen. En ik ga jullie aan het werk zetten met een 30 minuten, 35 minuten plan. Conditie en kracht, eigenlijk alles in één. Dus ik zou zeggen, pak je spullen. Wat heb je nodig? Je hebt een bankje nodig, 2 flessen water, eventueel gewichten als je dat hebt. Maar pak alles er gewoon bij en dan kunnen we kijken waar we wat kunnen gaan gebruiken. Dus ook al zijn een bankje, 2 flessen watergewichten en een matje uiteraard. Wat gaan we doen? We gaan de oefening 1 1 minuut uitvoeren. De tweede oefening is een conditieoefening en die doen we 30 seconden. Dus de krachtoefening 1 minuut en de conditieoefening 30 seconden. 4 setjes. En aan het einde heb ik nog een fijn buikspiercircuitje om die buikspieren even lekker te trainen. Dus ben jij er klaar voor? Ik wel. Ik zeg zet hem op. Ik leg je oefening 1 even uit en daarna gaan we verder. Oefening 1. We gaan starten in een squat en je kikt je benen voren. Je squat. En je kikt je andere been naar voren. Je squat, kik je been, squat, kik je been. Dat is oefening 1. Oefening 2, conditieoefening, gaan we dribbelen op onze plaats. Ja, hoe sneller jij gaat, hoe harder je moet werken. Als je denkt van nou, dat dribbelen, dat wordt me niet wat, ga je actief marcheren. Oké, set 1, squat, kik en dribbelen. Ready? Oké, ik ga mijn stopwatch even aanzetten. Moment. Sta je klaar? Gaan we. Squatten, zakken, kik je been. Zakken en kik. Zakken en kik. Laag, rechterbeen of linkerbeen. Goed hoog kicken. Kun je niet zo hoog, dan kik je hem laag in. Diepe squat en zakken. Kik, laag. Goed, we hebben 20 seconden gehad. Mooie diepte, goed spanning houden op die buikspieren. En hoog dat been, zo train je je benen. En je buikspieren tegelijkertijd. Dus zakken en kick. Laag, kick. Heupen naar achteren. Niet te veel die knieën naar voren, maar die heupen naar achteren. Zakken. Nog 20 seconden, sorry. Kick. Laag, hoog. Diep doorzakken, hoog. Diep doorzakken, hoog. Zakken. Yes. We zijn er bijna. Nog 10 seconden. Hoe hoger, hoe beter. Go. Goed zo. Laatste 3, 2, 1 en rust. Oefening 1. We gaan door naar oefening 2. 30 seconden. Let's go. Dribbelen op de plaats. Goed blijven ademhalen. In door je neus, uit door je mond en anders rustig. Dus probeer hijgen te voorkomen hoe moeilijk het ook is. Ik weet het. Yes, is hoe sneller. Hoeveel beter, hè? Als het niet gaat, actief marcheren. Kom op. Rustig door blijven gaan. Dribbelen op die plaats. Laag die benen. Hoog. Je kunt ook nog knietjes opmaken. Keuze is aan jou. En rust. Nice. Dat was ronde 1. We gaan door met de tweede ronde. Ready? Squat. Kick. Squat. Kick. Zakken, kick hem omhoog en op. Laag, als het niet goed gaat of je vindt het zwaar, kick hem naar beneden. Hop. Je kunt hem ook nog opzij kicken. Dus je kan van alles doen. Yes. En hoog. Zakken, hoog. Wil je niet schoppen, kun je ook gewoon in de squat blijven. Yes. En op. Laag, hoog. Ik ga weer schoppen. Hoog het been, laag, op, laag, op. Bijna daar. Nog 15 seconden. Diep, op. Je mag opzij, als je dat wil. Wat jij wil. Laag, nog 5. Nog 4, 3, 2, 1. En dat was de tweede oefening. In de tweede set, wij gaan dribbelen. Ready? Go. Rustig doorademen. Hoe lastig dat ook is. Maar het is wel super belangrijk. Hier is die ademhaling. Aantal tellen inademen. Aantal tellen uit. Go, 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 go. Je kunt ook nog open en sluit. Als je net een beetje meer variatie wil. En anders actief marcheren. Yes. 3, 2,
1. En rust. Ronde 3. Set 1. Let's go. Klaar. Gaan we weer. Squat. Kick. Squat. Kick. Zoek goed die diepte op. Niet hoog blijven. Ja? Dus goed naar beneden. En hoog dat been. En hoog dat been. Zakken. Paam. Zakken. Paam. Zakken. Extra impact. Go. Hap. Go. Wil je niet zo hoog? Ga je laag. Wil je zij? Helemaal oké. Okay. Kick. Zakken. Kick. Zakken. Hap. En we zijn over de helft. Go. Kick. En tjoe. Adem in. En uit. Ik moest even slikken. Adem uit. Tjoe. En tjoe. Kom op. Nog 10 seconden. Voel je die benen opbranden. Hup. Laag. Hup. Laag. 5, 4, 3, 2, 1. Rust. Derde ronde. Dribbelen. Ready? Let's go. Tik, 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 tik. Go, 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 go. Knietjes hoog. Meer impact. Open sluit. Leuker. En anders actief marcheren. Jij kiest jouw optie. Wat jij wil. Adem in. Uit. In en uit. Go, 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 go. Nog 5, 4, 3, 2, 1. Dat was set 1. Netjes. Neem even een slokje drinken. Even drinken. Doe ik ook. En dan gaan we naar set 2. Yes. We gaan naar set nummer 2. Daarvoor heb jij nodig alleen je mat. We gaan de buikspieren trainen. Tegelijkertijd in het plank pakken we een conditieoefening. Ik ga ze even voordoen. Kort. Volgens mij hebben jullie deze gisteren ook al met Edward gedaan in het buikspiercircuit. Benen omhoog. We gaan helemaal naar beneden zakken. En we gaan helemaal weer omhoog. Super belangrijk punt is je rug. Je moet er echt op letten dat je die buikspieren zoveel mogelijk aangespannen en niet hier hol gaat trekken. Dus goed naar beneden duwen. Jij voelt vanzelf aan tot hoe ver je kunt zakken met je benen. Yes? Een beetje hol trekken is oké, maar wel die buikspieren aangespannen houden. Een optie, knieën intrekken en wegduwen. En een andere optie, één been naar beneden, andere been naar beneden. Oké? Deze oefening doen we 1 minuut. Dan gaan we naar de tweede oefening. We gaan staan in een plank. Op je tenen. Ik zal even een beetje schuin bijdraaien. Op je tenen en op je handen. We springen open en we sluiten. Wat niet de bedoeling is, is dat je dit gaat doen. De bedoeling is dat je mooi in die plank blijft. Daar open springt en sluit. Jij bepaalt het tempo. Oké? Okay? Die doen we 30 seconden. En dat is set nummer 2. Kom liggen. Dan gaan we beginnen. Even mijn timer zetten. Ready? Goed. Benen omhoog. Spanning op die buik. Duw die rug goed naar beneden. En laat die benen zakken. En strek ze weer omhoog. Laat die benen zakken. En weer omhoog. Hulpmiddeltje. Handen onder die heupen. Laten zakken. En omhoog. Duw die rug zoveel mogelijk in die vloer. Zodat je hele romp goed aanspant. Je optie. Eén been, andere been en een optie, knieën buigen, wegduwen en intrekken. Maar wil je zwaarder, laat je je benen helemaal naar beneden zakken en weer omhoog. Helemaal naar beneden en weer omhoog. Goed zo, nog 20 seconden te gaan. Kom op, duw die rug weg en omhoog. Laag en omhoog. Zakken en op. Optie één been, optie knieën wegduwen. Yes, keuze aan jou. Nog 5, 4, 3, 2, 1 en rust. Nice. Oefening 2. Kom in de plank. Deze duurt 30 seconden. Mooi schouders boven je polsen. Je billen goed laag houden. Let's go. Open, sluit. Open, sluit. Open en open. Een optie om en om. Been opzij tikken. Lukt dat ook niet? Helemaal niet erg. Planken. Yes? Dus dit is de zwaardere versie. We zijn op de helft. Hou die navel ingetrokken.
Schouders boven je polsen. Je optie naar buiten. Ready? Laatste 5, 4, 3, 2, 1 en rust. Tweede ronde. Kom liggen. 1 minuut. Leg lift. Stop, reset. Let's go. Gaan we weer. Strek die benen. Laat het zakken. En omhoog. Adem in. En uit. Adem in. En uit. Yes. Duw die rug goed in de vloer. Spanning houden. Knieën kun je ook buigen. En intrekken. Ook een optie. Yes, dus kies jouw training. Supergoed. Hou vol. We zijn er bijna. We zijn al over die helft. Kom op. En zakken. Je moet ervoor werken, hè? Het komt je niet aanwaaien. Dus kom op. Hou vol. Nog 15 seconden. Kom op. Bijna daar. Hop, je optie 1 been. Optie gebogen benen. Keuze aan jou. Kom op. De laatste. 5, 4, 3, 2, 1. En ontspannen. Tweede oefening. Tweede set. Kom op je handen. Kom op je tenen. Ga vast in die plank staan. Wacht niet op mij. Jij staat al. Ready? Let's go. Spring open, sluit. Super belangrijk is dat je niet gaat doorhangen in je rug. Hou die bovenin die billen. Niet te hoog. Dus niet gaan doorhangen in die rug. Trek die navel in. Kom op. Nog 10 seconden. Hou vol. De laatste. 5, 4, 3, 2, 1. En ontspannen. Nice. Derde ronde. Tweede set. Kom weer liggen op je mat. Strek je benen omhoog. Ik doe met je mee. Handen mogen onder die heupen. Strek die benen. Duw die rug goed naar beneden. En laag. En op. En laag. En op. Adem in. En uit. In. En uit. Yes. Hou vol. Laat die schouders aan de vloer liggen. Duw die rug naar beneden. Optie. 1 been. En je volgende optie is gebogen benen. Kies jouw level. Yes. Laag. En op. Ga door. En adem in. En adem in. En even kijken. Yes. De laatste 5. Nog 4. Nog 3. Nog 2. Kom op, nog eentje. En ontspannen. Zal ik je wat vertellen? De timer stond niet aan. Dus volgens mij hebben we langer dan een minuut gewerkt. Maar hey, goeie, maakt niet uit. We gaan naar de volgende. En de laatste van set nummer 2. Kom op je handen en op je tenen. Maak een mooie plank. En we gaan springen. Let's go. Open, sluit. Open, sluit. Yes. En open, sluit. Niet te hoog met die billen. Hou die billen laag. En je schouders goed boven je polsen. Oké? Okay? En open, sluit. Kom op. Nog 10 seconden. Goed zo. Je optie, uiten. Deze. Kiezen. Kom op. De laatste 4, 3, 2, 1. En dat was set 2. Netjes gedaan. Slokje drinken. Even je zweet afpoetsen. Volgende nummer op je box aanzetten. Voor ronde 3. Yes. Super set nummer 3. Daarvoor heb je nodig 2 flessen water. Liefst 1,5 liter. Heb jij gewichten? Helemaal oké. Okay. Mag je die erbij pakken? Hoe zwaarder, hoe beter. Heb je niks? Ook helemaal oké. Okay, ja? De split squat is echt al wel oprecht een zware oefening. Daagt je al flink uit. Maar mocht je net wat meer willen, kun je dus je flessen erbij pakken. Ik doe hem even voor. Je hebt je bank nodig of een stoel waar je je voet op kunt leggen. Zorg ervoor dat je voorste been, je tenen recht naar voren staan en je eigenlijk recht boven dat been staat. Je gaat naar beneden zakken, de knie duw je naar beneden en je gaat uiteindelijk weer omhoog. Super belangrijk, de druk op je voorste been houden. Ja, dus de spanning komt hier op je bovenbeen
en op je bil. Je gewichten die blijven bij je lichaam, laten hangen en zakken en op. Yes, dat is oefening 1. Bereid je voor oefening 2. Yes, dribbel, skate, dribbel, skate. En we gaan ons verplaatsen van links naar rechts. En wat de bedoeling is, is 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, dus je valt in één been. Val, 1, 2, val. 1, 2, val. En de laatste, val. Ik kan begrijpen, als je motorisch wat moeite hebt, helemaal oké, mag je gaan skaten. Of je gaat dribbelen. Yes? Vind je het lastig om met mij mee te gaan in deze beweging? Wat ik kan begrijpen. Ja? We gaan beginnen met de split squat. Eerste ronde wisselen we rechts met links af. Ronde 2 en ronde 3 blijven we op rechts. En blijven we ronde 3 op links. Yes? Kom erbij. Heb de muziek lekker hard aan in je huiskamer of in je slaapkamer of waar je ook bent. Leg je linkervoet achter op de bank. Mooi rechtop staan. Super belangrijk. Je core goed aanspannen. Oh, moet de timer natuurlijk wel aanzetten, hè? Ah. Moment. Want anders dan kunnen we de tijd niet bijhouden. Ready? Here we go. Set, go. Laag. En duw je voorste been weg. Romp goed op. Niet in elkaar gaan zakken. Duw je heup van je linkerbeen een beetje naar voren. Gewicht is op je voorste been. Dus niet te ver naar achter gaan staan. Dit gaan doen. Nee, mooi naar voren. Rechte rug. Nek mooi neutraal. Ik spiek even naar de tijd. Yes, en we wisselen van been. Linkerbeen voor, rechterbeen achter op de bank of stoel. En we gaan zakken en duw. Zakken en duw. Goed vanuit je hiel wegduwen. Dus zakken en op. Hou die core mooi sterk. Schouderbladen een klein beetje naar elkaar toe. Dus die borst goed op. En laag en op. Adem in en uit. Ik spiek naar de tijd. En op. Laatste 5. 4, 3, 2, 1 en stop. Dat was oefening 1. Flessen mogen weg. We gaan 30 seconden naar die skater. Ready? Sta en go. Pa, 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 pa. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ta, ta, ha. Ta, ta, ha. 1, 2, snelle passen. Val. Val. Ta, ta. Sh. Ha, ha. Sh. Ha, ha. Go up, ga door. Zijn de helft. Ha, ha, pam. Ha, ha, pam. Ha, ha, pam. Ik tel nog 5. Come up, nog 4. Go up, nog 3. 1, 2, 3. Nog 2. Laatste. En oh, rust. Nice. We gaan door. Split squat. Rechterbeen voor. Linkerbeen achter. 1 minuut lang. Rechterbeen. Kom staan, borst op, druk op je voorste been en go. Adem in, ademhaling is hoog van de vorige oefening. Dus adem in en uit. En anders goed, doorademen. Hop. Laag en op, laag. Begint het been al te branden, voel je je bil vanuit die hiel wegduwen. Zakken en op, adem in en op. Laag. Ik spiek naar de tijd. En op. Over de helft. Oh jee. En op. Zakken. Op. Adem in. En duw. We zijn er echt bijna. Als het brandt, moet hè. Dat is de bedoeling. Kom op. Hier zit je workout. Zakken. Ik spiek. Nog 5. 4. 3. 2. 1. En rust. Yes. Nice. Dat was je rechterbeen. Onthouden. We gaan door naar de skater. Weet je hem nog? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Go. Pa, pa, pa. Ha, ha. Dus sneller, kort. Sneller, kort. Ta, ta, tjoe. Tjoe. Go. Adem in, uit. In, uit. In, uit. Pa, pa. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Go. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Til die knie op. En haal hem tegen. Kom op. Nog 5. 4. 3. 2.
Yes! Goed gedaan. We gaan door met de split squat op het linkerbeen. Linkerbeen voor, rechterbeen achter op je bank of op je stoel. Hoe zit het met jouw ademhaling? Die van mij is hoog. We gaan zakken. Oh, even wachten. De tijd. Ready? Here we go. Staan en go. Zakken en op. Duw je voorste voet weg in die vloer. Hey, vind je het nou echt te zwaar? Dan kun je ook een gewone lunge gaan maken. Split squat. Yes? Dus dat is je optie. Laag. Maar ik denk zelf dat we deze prima kunnen. Zakken en op. Hou die core sterk. Adem in. Uit. Laag. Brandt die al? Bij mij wel. Hier zo. En in mijn bil. Yes, hou vol. Zakken. Op. Zakken. Nog 10 seconden. Laag. Op. Laag. Op. Laatste 5. 4. 3. 2. Eentje. En. Los. Very nice. Laatste. Skater. Je optie is ook op je plaats, hè? En als dit niet lukt, skaten. En als die niet lukt, ga je dribbelen. Oké? Okay? Maak jezelf klaar. 30 seconden. Go. Ka, ka, ka. Ha, ha. En 1, 2, 3. 1, 2, 3. Go. Hup. 1, 2, 1. 1, 2, hop. 1, 2, hop. Hup. Kun je groter? Gaan we groter. Klaar. Heen. 1, 2, 3. Door. Nog 10 seconden. Hup. 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 Laatste 5. 4. 3. 2. 1. En. Woe. Klaar. Set nummer 3. Hoe zit het met jou? Mijn energie. Ik ben langzaam een beetje op te dwarrelen. Dus het is tijd om even bij te laden. Gaan we doen door even wat te drinken. Heel even pauze. Yes. Yes mensen, klaar voor ronde 4. Push-ups en burpees. Keileuk. Zeggen we altijd, hè. Maar is echt niet leuk, maar wel keigoed om te doen. De push-up gaan we breed pakken. Ja, dus niet smal, maar we pakken hem breed. Dus heb je een mat, mag je je handen echt buiten de mat plaatsen. Yes? En de burpee, voor degene die willen, heb ik een optie. De burpee is omhoog. Je gaat naar beneden. Dit is optie 1. Maar wil je meer, ga je helemaal liggen. Lift je alles op van de vloer. Duw jezelf weer op. Spring je in. En omhoog. Dus dat is je tweede optie. En daarin daag ik jou uit. Maar als jij zegt van, ik vind die eerst helemaal prima. Dus lang maken. Naar beneden. Plank. Inspringen, lang maken, prima, ja? Maar de fanatiekelingen onder ons helemaal plat gaan liggen en zo hoog springen als het jij kan. We starten bij de push-up, wide grip, daarna 30 seconden burpees. Let's go. Oh ja, en wat ik wel leuk vind om te weten, hoeveel burpees kan jij straks in 90 seconden? Want we gaan 3 setjes van 30 seconden burpees maken en ik wil weten in de reacties, hoeveel jij er hebt kunnen maken in totaal. Oké? Okay? Oké. Okay. Ready. Timer gaat lopen. 1 push-up of 1 minuut push-up, handen breed. Ready? Let's go. Zakken en op. En als het je lukt, kijk of je je borst aan kunt tikken op de vloer. Tik en op. Je mag op je tenen. Keuze is aan jou. Of op die knieën. Adem in en duw hem weg. Zakken en duw hem weg. Adem in en op. Zakken en op. Duw je schouders goed naar beneden. Borst naar beneden. Ellebogen schuin naar achteren. Zakken en op. Laag en op. En als je wil, ga je wat breder. Mag, hoeft niet. Kom op. Laag en op. Kun je dan nog steeds bij de vloer? Laag. En op, kom op. Nog 10 seconden. Zakken en duw. Adem in, duw uit. De laatste 5,
4, 3, 2, 1 en rust. Dat was je eerste push-up ronde. Klaar voor je eerste ronde burpees? Ga ze tellen. Hoeveel kan jij er in totaal in 3 keer 30 seconden? Ik ben benieuwd. Reset. Sta klaar. 3, 2, 1. Let's go. Hoog, laag, helemaal plat als je wil. En jump up. Yes, zakken. Helemaal plat. Op, jump up. Laag, helemaal plat. Op, en jump up. Yes, zakken. Op, en jump. Nog 10 seconden. Laag, hoog, en jump. Bijna daar. Laag, en de laatste voor mij. En op, en jump. Ik had er volgens mij 7. Of 8. Ik heb niet goed geteld. Maar als het goed is, heb jij wel geteld. Haal hem in je gedachten en tel hem straks op naar ronde 2, waar we nu gaan beginnen. Push-up. Handen breed. Yes. Ready? Op je tenen of op je knieën. En de tijd gaat lopen. Zakken en duw. Adem in en duw. Waar jij goed op moet letten, is dat je niet gaat doorhangen. Dus als je push-up maakt, niet dit gaan doen. Niet je billen achter gaan laten. Schouders goed boven die polsen. En een mooie rechte plank, oké? Okay? Zakken. Op. Hoe wijd heb jij je handen? Kamp. Op. Laag. Duw uit. Probeer je kin ook niet op je borst te leggen. Hou je nek mooi neutraal. Op. Kom op. Nog. 20 seconden. Hou vol. Lukt het jou nog? 15 seconden nog. Kom op. Diep naar beneden. Ready? Laatste 10. Tempo. Kom maar. Hop. Duw. Zak het duw. Ready? 3, 2, 1. En rust. Best wel hard push-ups. Best wel van je vragen. We gaan naar de ronde. We gaan naar de burpees. Hoeveel was jij gebleven? Vanuit daar ga je verder tellen. Oké? Okay? Oké. Okay. Tijd loopt nu. Ja. Burpees. Jump. En laag. Hup. En op. Jump. Zakken. Handen los. En op. Hup. Zakken. Handen los. En op. En wel afmaken, hè? Kom op. Jump. Zakken. Handen los. En op. Jump. Bijna daar. Voor mij de laatste. En swoosh. Hoe ver ben je gekomen? We gaan naar ronde 3. Push-up. Even ademhalen. En adem uit. Oké. Okay. Ronde 3. Wide push-up. Let's go. Tijd gaat nu lopen. Alles eruit halen wat erin zit. Dit is je laatste conditiestuk. Dus alles wat erin zit, pers jij er nu nog uit. Dus doorgaan, tempo of op die tenen. Maak het jezelf niet te makkelijk. Ja? Daag jezelf uit. Kom op. Nog een halve minuut. Go. Bam. Bam. Op. Hop. Let goed op die ademhaling. Door. 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 Kom op. Hou vol. Die verzuring komt eraan. Yes. Vermoeidheid. We moeten nog. 10 seconden. Go. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. Kom op. Nog 3. 2. 1. En smoosh. Super. Adem in. Adem uit. Ronde 3 burpees. Waar was je bij 2 gebleven? Je gaat nu verder tellen. Alles of niks. Alles geven wat je hebt. Ready. Let's go. Sta je klaar? Ik ga de timer aanzetten. 3, 2, 1. Go. Kom maar. Jump. 30 seconden maar, hè. Kom op. Omhoog. Jump. Laag. Omhoog. Jump. We zijn er bijna. Kom op. Jump.
16 seconden gehad. Kom, tellen. Niet vergeten. Woehoe. En dan nog 5, 4, 3, 2, 1. En afmaken, Isabel. Nice. Woehoe. Goed, ben ik weer. En door. We hebben 4 rondes gehad. Super, super goed gedaan. Drinken. En dan gaan we door met de buikspieren. Zie je zo weer. Laatste stukje. Dan had ik je gezegd, we gaan de buik nog even goed trainen. Altijd fijn om te doen. Tenminste, hoor ik over het algemeen. Ik heb 3 oefeningen voor jullie. 3 oefeningen, 30 seconden achter elkaar door. 10 seconden rust om heel even te switchen in je hoofd. Oké, we gaan nu naar deze oefening. En dat doen we 3 rondes achter elkaar. Dus we zijn in totaal 9 keer een oefening aan het uitvoeren achter elkaar door. 3,5-4 minuten zijn we klaar. Yes, ik doe even de oefeningen voor. Oefening 1 is de double crunch. Je gaat liggen. Ik ga heel even mijn knoop eruit halen, want dat is niet heel fijn. Ja. Je gaat liggen, je plaatst je voeten op de vloer. Je handen gaan achter je hoofd en je maakt een double crunch. Dat betekent dat ik een crunch in mijn bovenlichaam heb, maar ook tegelijkertijd mijn knieën ga intikken. Dus ik probeer met mijn ellebogen naar mijn knieën te gaan. Ik ga helemaal weer liggen en ik trek hem weer op. Wat voor gaat komen, zie je bij mij nu ook gebeuren, is een holle rug. Dat is oké, maar je moet wel zorgen dat je goed spanning houdt op die buikspieren. En zoveel mogelijk probeert die rug naar beneden te duwen. Dat lukt hier bijna niet, maar je moet het wel proberen. Ja? Daardoor heb je goede koorspanning. Dus intikken en loslaten. Tweede oefening, bicycle crunch. Favoriet ondertussen hier. Ja, dus in, schuin intikken. Wordt het te zwaar voor je hoofd? Kan ik begrijpen. Leg je je hoofd neer en tik je met je handen in en uit. Yes, dat is oefening 2. Oefening 3, been omhoog, vingertoppen naar je tenen. Ja, niet kromme voeten maken en dit gaan doen, dat is smokkelen. Strek je benen zo hoog mogelijk. Tik. En dan heb ik wel een beetje geluk dat ik korte benen heb. Dat ik er makkelijk bij kan. Nee hoor, ga je niet. Ik moet net zo hard werken. Dus we gaan 3 oefeningen achter elkaar door. 3 keer. 10 seconden rust. 30 seconden werken. Yes. Timer gaat aan. Staat ingesteld. Ready. Let's go. Here we go. Double crunch. Go. Tik in. En los. Tik in en los. En maak jezelf zo klein mogelijk. Ja, dus die buikspieren trek je zoveel mogelijk in en uit. Hup. Maak lengte en knijp samen. Lengte, knijp samen. Lengte, hup. Niet te veel aan je hoofd gaan trekken. Yes. Vanuit die buikspieren lift je je bovenlichaam op. En los. Op en los. Tik aan en los. Bijna daar. En ontspannen. 10 seconden rust. Voor de bicycle crunch. Dus we gaan fietsen. En je elleboog gaat diagonaal naar je knie. Ready? Kom op. Here we go. Tik, 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 tik. Maak jezelf ook weer klein. En tik die elleboog aan. Tik, tik, tik. Goed op je ademhaling letten. Krijg je nou last van je bovenrug? Dat kan. Leg je hoofd gewoon neer. Oké? Hier train je je buik ook echt wel. Hier is het net een klein beetje meer. Maar dit is ook helemaal oké. Tik, 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 tik. We zijn er bijna. 3, 2, 1. En rust. Voel je hem branden? Voel je hem trekken? Ik wel. Strek je benen recht omhoog. Vingertoppen richting die tenen. Ready? En we tikken hem aan. Los. Aan. Los. Helemaal plat gaan liggen. Dus rol jezelf helemaal af. Op. Kom je nou niet bij je tenen? Tik je schenen aan. Yes. Op. Heb je last van je nek? Kun je je billen nog gaan optillen? Dan kun je je hoofd laten liggen. Yes. Allerlei verschillende opties om wel gewoon te kunnen sporten. Op. Los. Tik. Los. Bijna daar. En ontspannen. Dit was ronde 1. We gaan naar ronde 2. Yes. Nummer 4 van de 9 in totaal. Ready? Here we go. Tik aan. En los. Tik aan. Je ziet mijn rug hol trekken. Maar ik span die buik goed aan om die rug te beschermen. Yes. Dus belangrijk puntje. Trek je dit niet,
ga je alleen je knieën intrekken of je doet alleen de crunch. Yes, ook hier weer verschillende opties voor jou. Go up, up. Gaat goed. Trek hem op en los. Trek hem aan en los. Bijna daar. En rust. Dat is oefening 4 van de 9 in totaal. We gaan naar de bicycle crunch. Ready? Trek hem op. Knie in. Komt hij aan. Tik, 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 tik. Hoe laag je been uitstrekt, hoe lager, hoe meer je onderbuikspieren meepakt. Ja, dus dit is ook een manier om net wat zwaarder te trainen. Maar krijg je last van die bovenrug, trek je knieën wat meer in en minder ver uitstrekken. Duw die rug goed naar beneden en blijf doorgaan. Kies jouw beweging. Tik, tik, tik. Bijna daar. En ontspannen. Hier bovenin, hè. Daar voel je ze het meest en in je liezen. Strek je benen omhoog. Vingertoppen er naartoe. Ready? Tik hem aan. En aan. En helemaal afrollen. Dus niet bovenin blijven. Helemaal afrollen. Go up. Trek hem op. En los. Op. En los. Op. En los. Hou die benen gestrekt. Bij mij zijn ze een beetje aan het shaken. Op. En terug. Hoe gaat het? En op. En laag. Op en terug. Tik hem aan. We zijn er bijna. En de laatste. En ontspannen. Oeh. We hebben de 6 gehad in totaal van de 9. Nog 1 rondje te gaan. Handen achter je hoofd. Voeten plaats je op de vloer. En trek je knieën in. En los. Trek hem in. En los. En op. En laag. Op. En terug. Go up. En los. Squeeze die buikspieren samen. Kom op. Los. Trek hem aan. Ontspan. Hop. Ontspan. Hop. Last van je rug. Alleen je benen. Of je bovenlichaam. Kom maar. Hop. Terug. Hop. En de laatste. En ontspannen. Goed zo. Oefening 2 van deze ronde. In totaal oefening nummer 8. Bicycle crunch. Let's go. Tik. Tik, tik. Jij bepaalt het tempo. Hoe sneller, hoe zwaarder, mits je hem goed uitvoert, hè? Dat is natuurlijk belangrijk. Tik hem aan. Up. Ik leg mijn hoofd neer. Ik krijg last van mijn rug. Dus ik focus mij net wat meer op die koorspanning door mijn rug goed naar beneden te duwen. Yes, dus heb je daar ook last van? Pak dan die bicycle crunch. Ready? Bijna daar. En ontspannen. Nice. Laatste oefening. En dan zijn we er. Strek die benen omhoog. Tenen, flex je voeten. Vingertoppen. Let's go. Hop. En hop. Tik hem aan. Los. Aan. Los. Tik. En helemaal afrollen. Hop. En hop. Je kan je knie ook buigen. Bovenop die knieën aantikken. Je hebt allerlei opties. Je schenen aantikken. Knieën naar die tenen. Of je lift je billen. Omhoog is ook nog een idee. Op en los. Op. Bijna mensen, we zijn bijna klaar. Kom op, maak er nog 1. En ontspannen. Oeh. Klaar. Nice. Hoe gaat het? Het zit er weer op. We hebben onze training gehad voor vandaag. Eerste kerstdag. Hoe tof is dat? Ik wens jullie echt nog een super, super, super fijne dag, avond. Geniet van elkaar. En tot heel gauw. Bye bye.